nu ineens zegt, soms zie je een naam staan, Hans, en dan denk je ineens van, het is gewoon Nipshagen, toch? Ik begon het ineens anders te zien. Nipshagen, dacht ik. Dat heb ik nu wel goed. Jij werkt bij Akamai. Akamai is een hele grote en ook tegelijkertijd oude naam op internetgebied. Ja, dat was echt wel een partij die volgens mij helemaal in het begin al bezig was. 95. Dus inderdaad heel vroeg. Hè? Ja. Het probleem snel heeft, in ieder geval gezien heeft van dat verdelen van het... Van de stroomberichten en de stroomdingen die over internet moeten we goed organiseren. Ja. Is er bij jou zelf, sinds wanneer werk jij bij Akamai? 2011. In 2011 ben ik begonnen bij Akamai. Ja. En voorheen had Akamai de strategie om zeg maar bepaalde werelddelen vanaf centrale punten te bedienen. En we zien dat met name de mediastrategie en de e-commerce strategie, zeg maar markten waarin Akamai traditioneel heel erg sterk is. Ja, dat die lokaal zo enorm groeit, dus dat er besloten is om ook lokaal mensen neer te gaan zetten die zeg maar de lokale markt bedienen en dicht bij het klant te staan. Ja, even voor wie het niet weet, Akamai is van oorsprong een Amerikaans bedrijf. Ja, we zijn een Amerikaans bedrijf. En wat doen jullie? Ja, ik zal het uitleggen. Ja. Ja. We zijn goed dat je het vraagt. Ja. We zijn opgericht in het laboratorium van MIT, dus de universiteit in Boston, waarbij een professor voorspelde dat er congestie op het internet zou optreden als de internet zou groeien met de schaal die men toen voorspelde. En wat men in eerste instantie heeft men een methode bedacht om servers dicht bij eindgebruikers te plaatsen en dan vervolgens de statische content, want destijds websites bestonden met name uit statische content, om dat dicht bij eindgebruikers te plaatsen. Nou, het probleem wat ze toen voorzagen was dat als het internet groeit, moet dat platform wat we nu aan het bouwen zijn ook groeien. En om ervoor te zorgen dat zeg maar, dat platform als één geheel blijft functioneren en dat je niet 20.000 man moet aannemen om dat platform in de lucht te houden en als er een server down gaat dat je onmiddellijk moet gaan repareren, heeft men eigenlijk wiskunde gebruikt om dat op te lossen. Dus dat betekent dat alle servers van Akamai hebben een stuk software, dat heet Ghost, die software, en die zorgt ervoor dat het platform als één blijft functioneren. En daar is op voorgebouwd en we zijn nu in staat om optimale routes op het internet te vinden. En ook congesties op het internet omzeilen, autootjes in het internet omzeilen. En je bent nu vooral bekend als het bedrijf wat de grootste, denk ik, wereldwijd op het gebied van videostreaming. Ja, correct. Met afstand. Eigenlijk kom je zelden hele grote events tegen op het internet waar jullie niet bij betrokken zijn. Nee, over het algemeen zijn wij altijd wel bij de distributie van dergelijke events betrokken, ja. Bijvoorbeeld nu WK Voetbal? Ja, WK Voetbal zijn we heel nadrukkelijk aanwezig. De FIFA heeft een bedrijf opgericht, HBS. Ja. HBS heeft zeg maar de facilitaire dienst van de FIFA. En die heeft Akamai gekozen als de partij die zorgt dat de livestreams worden gedistribueerd over de hele wereld. Ja. Ja. En dat doen we dan voor heel veel broadcasters in de wereld. Ja, echt wereldwijd. Wereldwijd. We distribueren zeg maar over alle continenten de content van het WK voetbal. Is dit voor jullie begrippen nou een groot event, het WK voetbal? Ja, nou de hoogste piek die we tot nu toe hebben gezien is 4,59 terabits per seconde. Dat zegt niemand wat. Nou, gemiddeld op een dag doet het Akamai-platform zo'n 15 terabits per seconde aan content. En dat is ongeveer representatief voor 15-30% van het wereldwijde internetverkeer. Dus op dit moment is het zo dat het WK voetbal zorgt ervoor dat we zeg maar zo'n ronde erbij 5 terabits per seconde meer aan bits. Maar dat is een klein piekje in een... Ja, het is niet echt enorm. Daarnaast is het wel natuurlijk livestreaming. Dus dat betekent wel dat je er heel veel zorg aan moet besteden. Het is geen eenvoudige klus. Want gebruikers verwachten gewoon hoge kwaliteit. Ja, zou je nog eens kunnen uitleggen waarom het eigenlijk zo ingewikkeld is om livestreams betrouwbaar bij mensen thuis te krijgen? Vroeger hoorde je altijd het verhaal van het internet is er niet voor bedacht, is er niet voor gemaakt. Correct, maar wat is het probleem? Nou, kijk, in principe bestaat het internet uit 22.000 verschillende netwerken wereldwijd. En al die internetnetwerken zijn met elkaar gekoppeld op basis van onderlinge afspraken. En de verhoudingen tussen al die verschillende internetproviders, die is niet gelijk. Dus als je groot bent, dan kun je geld vragen aan de kleinere ISP's. Van oké, wil jij data hebben van iemand die toevallig in mijn netwerk zit en jij wil die data afleveren aan jouw gebruikers, dan moet je mij betalen. En dat proberen ISP's natuurlijk te omzeilen. Die proberen zo goedkoop mogelijk aan content te komen in hun netwerk. En met als resultaat dat je bepaalde knooppunten in het internet opstoppingen ziet. Je moet grote afstanden overbruggen waardoor je packet los hebt of waardoor je hoge latency hebt. Waardoor de kwaliteit van met name livestreams, want livestreams is heel erg gevoelig, slecht is. En hetzelfde geldt ook voor websites.
Dus vandaar dat je ziet dat Akkema heel sterk is in media, maar ook bijvoorbeeld in de e-commerce branche. Want e-commerce, hoe sneller een website, hoe meer omzet ze realiseren. Ja. Nou, is ik heb ook altijd begrepen, het is dat ding, hè, dat je al die netwerken aan elkaar moet knopen en daar slim in moet opereren. Want er zijn ook altijd weer privéverbindingen tussen die private pairings. Correct. De last mile, zoals het dan heet, dus het allerlaatste stukje van een of ander kastje van UPC, zeg maar, naar het stopcontact in mijn muur. Daarvan hoor ik ook altijd dat dat nog een probleem is. Dat in een gemiddeld flatgebouw waar UPC... klopt. Maar dan moeten we zeggen dat in Nederland het een minder groot probleem is. Want Nederland die doet het voor wat betreft de bandbreedte die wij zien, dat je gebruikers, zeg maar, internetpagina's of internetmedia benaderen. Die is redelijk hoog. Die zit zo rond de 14 megabits per seconde gemiddeld. Daarmee scoort Nederland erg hoog. Die staat in de top 5 voor wat betreft landen. Het is meer, denk ik, dat de last mile technologie heel divers is. En dus je hebt in bepaalde gebieden heb je nog GPRS, verschijnt er dan boven in mijn telefoon. Dat is dan zeg maar 2G en dan heb je 3G, dan heb je 4G, dan heb je wifi, je hebt broadband. En waar mediabedrijven mee worstelen is dat ze ervoor moeten zorgen dat de content op al die devices op de juiste manier terechtkomt. Ja. Dus als jij een hoge bitrate file aflevert aan iemand die toevallig net in een gebied zit met een slechte verbinding, neem bijvoorbeeld een trein waarbij je de verbinding voortdurend ziet wijzigen, dan heb je dus een issue. Die heeft dus een slechte ervaring. Wat ik daar zelf in mijn VPRO-tijd inderdaad altijd over zei en bij merkte, was normaal gesproken als je televisieuitzending er iets niet werkt, geef je UPC de schuld. En als je stream niet werkt, geef je de afzender de schuld. Ja, correct, dus ik vond het eigenlijk ook het was een veel moeilijker operatie. Ik werkte in die tijd bij de NOS als hoofdnieuwe media. Ik vond het altijd heel onrechtvaardig. Want weet je wel, vaak je bent afzender van de content. Ja, maar ik snap dat. Maar kijk, als ik achter de tv zit en ik switch van kanaal 1 naar kanaal 2 en naar kanaal 3, dat werkt altijd. En meteen. Ik heb meteen het beeld. En in het internet is het zo dat je hebt met buffering te maken, je hebt met wachttijden te maken, dus de opstarttijd. En gebruikers die willen daar steeds, die accepteren dat minder of niet meer. Je hebt natuurlijk de tablets die met hoge resolutieschermen komen. En als je dan lage bitrates gaat aanbieden, dan accepteren users dat gewoon echt niet meer. Dus ze willen gewoon een tv-like experience, om het in het Engels te zeggen. Dus het moet gewoon exact hetzelfde zijn als tv. En je mag eigenlijk geen concessies meer doen aan kwaliteit. Hey, maar wat ik zei, dat je dat verhaal altijd hoorde van en dat hoor je overigens nog steeds wel, het verhaal van het internet is niet voor bedacht. B, weet je wel, dit schaalt zeg maar niet verder, verder richting de toekomst. Is dat zo? Ja, dat is zo. Op dit moment, zoals ik net al aangaf, de piek die wij hebben gezien is 25 terabits per seconde. Maar we weten nu al dat met de komst van 4K-televisie, waarbij je met bitrates te maken gaat krijgen tussen de 15 en 20 megabits per seconde. En om je een idee te geven wat het nu is, het WK streamen wij in 2 megabits per seconde, dus dat is HD. Vroeger was het 1 megabits per seconde. Dat betekent dat de onderliggende infrastructuur moet enorm zijn. En dus wij zijn nu ook aan het uitbreiden om ons netwerk of ons platform geschikt te maken voor 100 terabits per seconde. Om zeg maar de lood van 4K-televisie aan te kunnen. Ja, nu verwacht ik niet dat op dit moment de 4K-televisie een enorme boost zal geven. Want die dingen zijn ongelooflijk duur. Maar de prijs zal dalen en dan heb je daarmee te maken als leverancier. Wat jij net zei, dat de Nederlanders gemiddeld al bijna op 15 megabit per seconde zitten. Betekent dat Nederland eigenlijk qua bandbreedte klaar is voor die 4K-televisie? Dat is 22% van de bevolking. Oké. Ja, 22% van de bevolking heeft op dit moment in Nederland, van de internetverbindingen die wij zien op ons platform, 22% is geschikt voor 4K op dit moment. Hey, nou zeg je wat wij zien op ons platform. Dat brengt me even bij wat jullie doen. Wat ik zelf heel interessant vind en ook interessant dat je het doet. Jullie brengen elk kwartaal een rapport uit. Dat heet de State of the Internet. Ja, correct. En door jullie platform loopt, je zei net al, soms tot 30% van het wereldwijde internetverkeer. Jullie meten dat allemaal. Dat sla je allemaal op en daar draai je analyses op. Ja. En in plaats van wat een gemiddeld commercieel bedrijf zou doen, is daar het lekker bij zichzelf houden. Jullie schrijven er elk kwartaal een rapport over. Klopt. Gooi je gewoon naar buiten. Ja, klopt. Ik vind dat fascinerend, want dan schrijf je dus over de gemiddelde verbindingssnelheid per land, per regio, per stad, over broadband connectivity, over van alles en nog wat. Wat voor iedereen die geïnteresseerd is in de trends. Aantal dinos en tekst wat we zien.
Ja. DDoS attacks, maar ook gebruik van video, dataconsumptie, mobiel, noem maar op. Ja. Waarom doen jullie dat? En waarom besteed je daar zoveel energie aan om dat zo breed te delen met de hele wereld? Nou, kijk, als grote leverancier van zeg maar in het internet zelf en de content die wij distribueren, zijn wij erbij gebaat dat het internet zeg maar optimaal functioneert. Als het internet optimaal functioneert, dus zeg maar het internet meeschaalt met onze klanten, dat is positief voor ons. Dus wij geven voortdurend aan van ja, waar je problemen kunt verwachten en waar het goed gaat en waar het minder goed gaat. Het marketinginstrument erachter is natuurlijk dat bijvoorbeeld als je kijkt naar gemiddelde mobiele snelheid in Nederland, die is in het nieuwste rapport, die nog niet uit is, is dat geloof ik 3,3 megabits per seconde. In Nederland. En dat is, ik geloof, slechter dan Moldavië. Dus dat betekent dat een aanbieder van content die met name gericht is op mobiel, die heeft hier wat aan, want die weet van oké, ik moet daar mijn rekening mee gaan houden. Oftewel mijn content licht houden, ofwel mijn maatregelen nemen door bijvoorbeeld een accu mee in te schakelen. Dus dat zit er wel achter. Uiteindelijk doen we het ook wel om aan te tonen dat er in bepaalde gebieden in de wereld een partij als accu mee nodig is. Ja, je beschouwt ook een beetje het als bewijs van je expertise. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Hey, wat zijn opvallende trends? Je zegt dat het nieuwste rapport komt bijna uit. Ja, de opvallende trends is dat, en die spelen zich met name af op het gebied van het aantal attacks wat wij zien. Dus we zagen een afname van 20% van het aantal DDoS attacks, kwartaal over kwartaal. En wat ook opvallend was, heel veel attacks kwamen uit Nederland. Ik weet het exacte getal weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat was met 50% gedaald. Okay. Dus Nederland wordt minder gebruikt zeg maar, om attacks te initiëren. Dat kan ook zijn omdat er steeds minder botnets worden gebruikt om attacks uit te voeren. Men heeft nu andere slimme methodes uitgevonden om sites en media organisaties plat te leggen. En over gebruik, kun je daar wat van zeggen? De verhalen die we natuurlijk van onze gasten horen is ook hoe enorm de mobiel nog steeds aan het groeien is. We kunnen dat al meten op bepaalde vaste momenten in het jaar. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Black Friday, wat in Amerika de dag is waar heel Amerika gaat winkelen. Daar zagen we een toename van iets van 40-60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus elk jaar zien we dat het mobiele stuk steeds groter wordt. Ik hoor het ook van klanten die zeggen, bepaalde type klanten, met name die waar reizigers van gebruik maken, die zien 60% is mobiel van hun webomgevingen. Ja. En kun je, valt er iets te zeggen over, noem maar wat, lengte of hoeveel mensen streaming bijvoorbeeld tot zich nemen? Of gaan mensen langer kijken? Of kun je daar iets over? Ja, nou, de duur meten we niet zeg maar als een overal getal. Ik kan wel wat andere getallen geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de recente Olympische Spelen in Sochi. In 10 dagen was het WK qua streaming daar al overheen. Nou, oké, dan kun je zeggen voetbal en winterspelen. Dat is natuurlijk een heel ander publiek. Voetbal is populairder. Maar als je kijkt naar de zomerspelen, wat ook wel een enorm populair evenement is. Na 8 dagen waren we al over de Olympische Spelen in Londen heen qua hoeveelheid verkeer die we hebben geleverd. Dus we zien echt een exponentiële toename. Dus we zien ook dat ons platform zich per jaar ongeveer verdubbelt in het aantal data wat wij uitleveren aan klanten. Dus de online consumptie neemt echt gigantisch toe. Ja. Ja. Dus het originele idee van Akamai, dat is nog steeds wel... Ze zijn redelijk visionair geweest, zeg maar, in 1995. Ja, dat klopt. Ja, wat ik ook wel fascinerend vind, die streaming, dat is natuurlijk al heel lang, dat groeit gigantisch, wat jij nu vertelt. Er zijn concurrenten, jullie hebben een paar grote concurrenten, maar jullie meer en meer is Akamai eigenlijk dominant geworden. Dus jullie zijn de grootste wereldwijd. We zijn de grootste, ja. Weet je, we hebben de grootste platform. Maar je bestaat ook al 20 jaar. Weet je, in dit soort snel veranderende industrieën lukt bijna niemand dat meer. Want er komt een challenger, die heeft betere technologie. Of die Stef van der Ziel heet en uit Groningen komt of Level 3. Maar het lukt jullie wel om die positie te behouden. Ja, dat is met name de software die daar zeg maar... Ja, is dat de Holy Grail? Ja, de software is eigenlijk wel de Holy Grail. Want het lijkt heel eenvoudig. Want we hebben op dit moment 150.000 servers in het internet. En dat is wat je zei, die Go software om dat platform en draaiende te houden. En ervoor te zorgen dat een user een server...
Steven van Akkermij krijgt toegewezen die het echt optimaal is. En hetzelfde geldt aan de kant van degene die de content heeft. Dat als je het heel snel zegt, lijkt dat heel eenvoudig, maar dat is echt ongelooflijk complex. En ook het feit dat je servers kunnen platgaan. Ze hebben ofwel een mean time between failure, dus het is gewoon blik uiteindelijk. En je hebt te maken met aanvallen, ook op Akamai. Ja, dan moet je zorgen dat je zeg maar dusdanig gedimensioneerd hebt dat het eigenlijk altijd draait. En dat is de software. En die wordt steeds verder ontwikkeld. En daar doen we ook allerlei andere dingen mee. En zijn we in staat om firewalling te doen. En allerlei technologieën zijn daar aan toegevoegd. Maar altijd met als basis de software. Nou, toch zit er iets heel raars in dat internet en video en televisie. Want dat is een beetje het thema van vandaag. The future of television. Ook omdat het media natuurlijk over gaat. Kijk, dat je voor on-demand video als gebruiker een 1-op-1 connectie ergens met een server moet leggen waar die content staat, dat snap ik. Mm-hmm. Dat je dat met live events doet, is eigenlijk heel raar, want die kijk je tegelijk met z'n allen. Mm-hmm. Dus je zou, weet je wel, er zou allang technologie natuurlijk moeten zijn dat je gewoon op een broadcast-achtige manier mensen die content zou moeten kunnen bieden. Mobiel zien we nu de eerste experimenten met het LTE broadcast. Ja. Dus via de mobiele netwerken gewoon content aanbieden waarvoor je niet een individuele connectie hoeft te maken met het netwerk, maar dat haal je gewoon uit de lucht. Voor mij geloof je hem niet. Ja, weet je, maar uiteindelijk de onderliggende multiplexen noemen ze dat. Ja, maar goed, ik ben geen techneut, weet ik veel hoe het allemaal werkt. Uiteindelijk moet er ergens, want ja, bedoel, een LTE-netwerk is natuurlijk niet 100% in de lucht. Ik denk dat een LTE-netwerk maar het is wel een factor 200 keer efficiënter dan wat er nu is. Ja, maar goed, 98% van het mobiel netwerk bestaat nog in kabels. En het internet. Dus je zult uiteindelijk van het internet gebruik moeten maken om die gegevens ofwel naar een zendmast te brengen en dan vervolgens naar de eindgebruiker. Dus het onderliggende platform is nog altijd het internet. En natuurlijk, er zullen naast LTE zullen er andere technologieën komen en naast 4G zullen er nieuwe dingen komen die het nog sneller maken, nog beter maken. Maar goed, parallel daaraan loopt ook de content mee die ook enorme sprongen maakt. En vooralsnog lopen die twee niet echt parallel. De content is eigenlijk zwaarder dan de techniek vandaag de dag aan kan. En dus wat dat er gaat, zullen er, en ik hoor net TNO met de nieuwe technologie, ik ben daar niet bekend mee, maar dat ga ik straks zeker even bestuderen. Dus er zullen ook aan de kant van hoe je de content vanuit de broadcaster distribueert, zullen ook allerlei ontwikkelingen komen. Dat staat natuurlijk niet stil. Ja. Je zou kunnen zeggen dat veel aan compressie is gedaan, ontwikkeling van betere compressie dankzij dat internet, dankzij de beperktheid van het internet. Ja, want het moest wel, zeg maar. Zijn er op dat gebied, wordt daar nog steeds op doorontwikkeld, zeg maar? Efficiënter, minder data nodig hebben voor hoogwaardige. Ja, er wordt op dit moment naar andere protocollen, het gebruik van andere protocollen gekeken. En het is voor mij te technisch om dat op in te gaan, maar de UDP wordt genoemd als zeg maar een nieuwe technologie, om een nieuw protocol om zeg maar te gebruiken om optimaal te kunnen distribueren. En ook Akamai is bezig om voortdurend ervoor te zorgen allerlei technologieën toe te voegen waarmee je zeg maar en minder bandbreedte nodig hebt en efficiënter de bandbreedte gebruikt. Ja, zeker. Dat is zeker een manier. Wat we bijvoorbeeld ook doen is Qualcomm, die zit in de meeste, als processor, in de meeste Android telefoontoestellen. En we hebben samen met hun bijvoorbeeld iets ontwikkeld waardoor we in staat zijn om een heleboel overhead die plaatsvindt in de communicatie met een toestel, om die weg te nemen. Waardoor je zeg maar een lagere hoeveelheid data hoeft af te leveren aan zo'n toestel. En daarmee win je een stuk aan performance. En zo zijn er een heleboel stappen aan het optimaliseren van performance. Ja. Hey, Mediapark Jaarcongres komende donderdag. Jullie zijn daar ook van de partij. Ja, correct. Als ik het hoor, hebben jullie zeg maar oplossingen voor ingewikkelde problemen. En de meeste van de mensen zullen niet eens zeg maar het probleem willen kennen, maar willen gewoon de oplossingen. Zorg dat het goed komt. Ja. Dus wat gaan jullie daar doen? Wie is je publiek daar? Nou, het publiek zijn de broadcasters en partijen die een grote hoeveelheid media of een grote hoeveelheid data moeten versturen en een groot publiek moeten bedienen. En dat kan zijn een structureel groot publiek, ofwel je hebt te maken met pieken in publiek. Ja. En wat we daar alleen laten zien is, hoe hebben wij Sochi gedaan? Wat voor technologie hebben we daarop ingezet? En hoe hebben we eigenlijk, wat hebben we van Sochi geleerd en hoe gaan we dat toepassen op het WK voetbal?
om ervoor te zorgen dat uiteindelijk, want voortdurend met events klap je tegen zaken aan die je verbetert. En je pas andere technologieën toe, product enhancements en dat soort zaken. Dus het zal puur over die twee sportevenementen gaan. Ja. Oké, interessant. Ja. En dat is een expertsessie waar ook mensen zonder kaartjes terecht mogen. Ja, ja, het is gratis toegankelijk. Okay. Dus je kunt registreren, dus je kunt er zo naartoe. Ja. 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 Komende donderdag komt iemand in Hilversum. Ja. Ja. Oké, super. Ben jij, hoe technisch ben jij zelf? Of heb je gewoon het verhaal goed aangeleerd? Nee, ik ben wel redelijk technisch. Ik ben eigenlijk, ik ben vroeger begonnen bij een bedrijf dat heet Radio Holland. En moest ik werken met radioofficieren. En dus het was niet een radioprogramma, een radioomroep, maar en die mannen die wisten dus echt hoe je iets uit elkaar moest halen. En daar heb ik echt 8 jaar lang naast gezeten, dus daar heb ik het wel van meegekregen om snel technologie te kunnen begrijpen. Oké, okay, ja. En de overstap naar software ook gemaakt? Ja, heb ik eigenlijk altijd bij internetproviders gezeten. Ja, dus ik ben begonnen bij CompuServe, de discus in de telefoongids. In de tv-gids. Oké, okay, super. Hey, dankjewel. Donderdag dus in Hilversum Mediapark Jaarcongres. We danken jullie voor het kijken. En steken, we doen er nog eentje volgende week. Ja. Want we hebben net gedaan. Dat is bijzonder, hè? Dat is bijzonder, omdat we al 3 jaar aan het doen zijn. En, dus dat doen we in de Smet in Amsterdam. Mocht je erbij willen zijn, fastmovingtargets.nl, daar vind je de blogpost. Je kunt je aanmelden bij onze meetup groep. We hopen jullie daar te zien. We hebben een stuk of 5 mensen die de afgelopen jaren zijn langs geweest. Komen nog een keertje langs, vertellen wat zij in die periode hebben opgestoken. En daarna is het natuurlijk een heel belangrijk element, de bar. Ja. Zie je volgende week. Oké, dankjewel. Dag.